Zet ze maar in de wagen, hè. Doe je toch maar, kleine meid. Ria, kijk, heb jij hem ook gezien? Nee! Ja. Ik ga het niet uitknippen. Ik ga het niet uitknippen. Anne, zacht. Dankjewel. Ik heb even een pijn gehad. Maar wel even jouw pleister. Wil jij een pet op je bed? Ja, doe maar. Doe maar met je. Kijk, dat is door. Ja, dat is door. Wil jij een jouw pleit op je bed? Nee. Veel veel maar. Ja, doe. Moet je maar. Kom maar bij me zitten. Nee, Floris. Anne, doe dan die pleister af. Wil je die bij Floris even op zijn bed maken? Eerst pak het lijk. Anne, weet je nog wat mama heeft gezegd? Ik ga niet met mijn moeder meer. Oh. Mama, de zomer is voorbij, het is nu herfst. Heb je nog iets? Mag ik even kijken? Ja. En nou ga ik het even overnemen. Ja, wacht even, dit is nou erg nat hoor. Ja. Weet je, hoe moet... Hier nog. Je moet het even laten droog zijn. Nee, mag kan wel. Zeker. Buiten zaten en dat die ooievaar erboven vloog. Zie je, dat weet ik wel. Ja, op het land, dat is vast een teken van Lisbeth geweest. En toen zeg ik, goh, geloof je daarin? Ja, dat is echt jaren geleden dan had ik gedacht van, joh, dat is zo gek en blah, hè. Hij zei, nee, maar de laatste paar jaar ben ik er toch anders over gaan nadenken. Hij zegt, ken je dat programma? Ja. Ja, goed zo. Zie je? Ja? Ja. Nou, goed poetsen. Douche. Ja, dat is de douche, ja. Ja, jij, ja. Ja. Je praat hier niet meer. Zullen die even gebruiken? Die is van papa, die. Die is van papa. Ik kan beter die even gebruiken. Heel goed van mij. Ik zie dat een beetje oranje. En dan. Andere belichtjes. En daar. Ik
Eens kijken in je mondje. Oh, wat mooi. Beetje. Even zo. Ja. Welke is dat? De telefoon gaat. De telefoon gaat. Jip en Janneke spelen in de kamer. Ze spelen kikkertje. Jip kan mooi springen. Heel hoog op zijn hurken. En Janneke kan mooi kwaken. Er zijn twee echte kikkers. De telefoon gaat, zegt Jip. Ja, zegt Janneke. Ring, ring, zegt de telefoon. Ik zal hem oppakken, zegt Jip. Hij pakt de hoorn en legt de hoorn tegen zijn oor. En die wil ik pakken. Ja, precies zoals het moet. En hij zegt, dag. Dag, zegt een stem. Met wie? Met Jip, zegt Jip. Oh, zegt de stem, is je vader thuis? Nee, zegt Jip. Is je moeder dan thuis? Nee, zegt Jip. Maar Janneke is er wel. Wacht maar. En hij roept Janneke. Janneke komt hard aanhollen. Ze neemt de hoorn van Jip over. Dag, zegt ze. Met wie, vraagt de stem. Met Janneke, zegt Janneke. Demmerling. Ja, oh, zegt de stem. Is er verder niemand thuis? Ja, Takkie, de hond, zegt Janneke. En de poes is ook thuis. En het egeltje in de tuin. Zo, zo, zegt de stem. Nou, dag. Dag, roept Janneke. Dag, roept Jip. En ze leggen de hoorn neer. En dan komt moeder thuis. Ziezo, zegt ze, daar ben ik weer. Is er nog iets geweest? Er was telefoon, zegt Jip. Wie was er dan? Zegt moeder. Dat weet ik niet, zegt Jip. Het was een meneer, een lieve meneer, zegt Janneke. En zei, dag tegen ons. De volgende keer moet je vragen,